Ik dacht, nu ga ik dood. Het is bijna klaar. Mijn afweersysteem was heel erg slecht op dat moment. Ik had echt zoiets van, het is klaar. Eind jaren 90 begint Kobi Oosterbeek te kwakkelen met haar gezondheid. Ze is heel erg moe en heeft vaak last van wondroos. Uiteindelijk hoort ze in 1999 dat ze besmet is met HIV. Ze schrikt enorm, maar eigenlijk weet ze direct waar het fout is gegaan. Ik was op vakantie in Ghana en ik had daar een vakantievriendje, Sammy. Heel leuk. En ik heb onveilige seks met hem gehad. Eigenlijk heel dom, maar ik wist wel wat ik deed. Met alle gevolgen van dien. Het ziet er in het begin slecht uit voor Kobi en ze krijgt direct veel medicijnen. Haar leven staat op zijn kop. Maar toch kijkt ze niet met een rot gevoel terug op haar tijd in Ghana. Ja, uiteindelijk is het gewoon heel dom geweest. Maar ik heb me ooit voorgenomen geen spijt te hebben van dingen die ik ooit in mijn leven gedaan heb. Want als ik met een schuldgevoel moet gaan leven, dan heb ik geen leven. De medische wereld houdt zich al ruim 30 jaar bezig met de bestrijding van HIV en AIDS. En in die tijd is veel veranderd. Voor Kobi is de behandeling er met de jaren veel beter op geworden. Ja, ik had heel veel bijwerking. Ik was altijd aan de diarree. Ik was altijd misselijk. Maar goed, het werkte. En tegenwoordig heb ik pillen. Ik slik één keer op een dag 4 pillen. Het werkt fantastisch. Ik heb geen bijwerkingen. Vroeger werden HIV en AIDS altijd in verband gebracht met de dood. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Ook Kobi maakt zich geen zorgen. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ik zie me hier wel oud mee worden. Ja. Anders als 12 jaar terug.